deze nieuwe video. Jongens, vandaag zou er eigenlijk een Shein shoplog online komen, maar de kleding is nog niet binnen. Het zou begin deze week binnen zijn gekomen, maar ik heb een berichtje gehad van DHL dat er iets is misgegaan. Dus ik heb maar één ding binnen gehad in plaats van de 10 dingen die ik heb besteld. Dus helaas geen Shein video voor vandaag. Maar vandaag toch wel een hele leuke video, want ik ga een heleboel nieuwe make-up testen. In het half jaar dat ik dus een beetje offline ben geweest, heb ik alsnog echt heel veel PR-pakketten gehad. Daar ben ik echt heel blij mee. En ik ga een aantal van die make-up vandaag testen. Het is te veel om vandaag allemaal in één video te doen. Maar ik heb een aantal leuke make-up producten uitgekozen van onder andere Catrice, Queen Tarzi, Morphe en nog een heleboel andere. Pixie, nog een heleboel andere merken. Zowel goedkoop als wat duurder. Dus een beetje een mix van alles. En ik ben gewoon vandaag heel benieuwd hoe al deze make-up gaat zijn. Want ik heb echt al een lange tijd niet echt nieuwe make-up opgehad of getest. Want heel dit half jaar dat ik dus ziek was, heb ik eigenlijk alleen maar deze make-up gedragen die ik hierin heb, die jullie in de vorige video hebben gezien. Maar ik heb eigenlijk niks nieuws getest of whatever, want daar had ik gewoon geen energie voor. Maar nu weer wel. Dus dat maakt mij vandaag extra enthousiast. Ik heb het gemist en ik hoop dat jullie het weer leuk vinden. Dus ja, het is echt een hele hoop. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je de video nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn video elke zondag. En dan gaan we nu snel beginnen. Mensen, ik heb een beetje dorst. Mijn mond is uitgedroogd, maar ik heb geen zin om naar beneden te gaan om drinken te halen. Dus ik ben al heel te aan het nadenken van oké, ga ik naar beneden of niet? Maar ik moet nog twee video's maken vandaag. Deze video en ook nog een andere video hierna. Dus ik weet niet of mijn mond het zo lang volhoudt zo droog. Ik ga even wat te drinken halen. Ik ga heel eventjes snel mijn wenkjes doen. Nou, mijn wenkbrauwen zijn gedaan. Ik heb ze gewoon een beetje ingevuld. That's it. Het is niet heel goed gegaan. Ze zijn niet zo heel mooi geworden. Ik moet ook echt mijn wenkbrauwen harsen. Ik zie allemaal haartjes hier, maar wat even jongens, zoals ik ook in de vorige video zei, dit is pas mijn tweede officiële video die ik maak na een half jaar. Dus ik ben nog een beetje roestig. Ik was gewoon helemaal vergeten om mijn wenkjes te doen. Ik ga stuk. Ik heb nog geen wenkbrauwgel aangebracht, want ik heb een nieuwe van Pixie. Van Pixie is dit de Brow Tamer Clear Brow Gel. Dit is dus een wenkbrauwgel zonder kleur en daar hou ik van. Ik ben geen fan van wenkbrauwgels met een kleurtje, want ik vind het gewoon altijd echt een bende worden. Ik heb het al ingekleurd, dus ik heb niet echt per se meer kleur nodig. Oké, dit is hem dan. Hij is best wel klein, echt heel cute. Laten we het proberen. Ik heb het gevoel dat hij niet goed gaat zijn, maar ik weet niet waarom ik dat denk. Hij is een beetje waterig. Ik hou niet zo van een waterige wenkbrauwgel. Want ik wil gewoon echt een gel die het echt goed, waardoor mijn wenkjes echt goed blijven zitten. Zo was die van NYX. Dat is echt de beste wenkbrauwgel ever. Ik vind wel dat hij de haren mooi uit elkaar kant. Maar hij haalt ook wel wat product onderweg. En het is echt te waterig, jongens. Ik weet niet waarom ik al van tevoren dacht dat hij niet goed zou gaan zijn, maar hij is ook niet goed. Hij is te waterig. En hij pakt ook bijna niks op. Ik moet echt 100 keer hier terug in. Het enige wat ik dus hier fijn aan vind is dat hij mijn haartjes mooi kant. Maar that's it. Wow, hij heeft nou mijn wenkbrauwen eigenlijk gewoon slechter gemaakt. Hij heeft gewoon helemaal het product eronder weggehaald. Oké, we beginnen de video met een slechte start. Maar we gaan gewoon hoopvol verder. Ik ga er gewoon vanuit dat de rest beter gaat zijn. Ik ga even mijn wenkbrauw een beetje laten drogen. Dan ga ik het weer opnieuw een beetje invullen, want het heeft het gewoon helemaal weggehaald. Dan ga ik vandaag twee primers gebruiken. Ik ga allereerst de Catrice Soft Glam Filter Fluid aanbrengen in de kleur 020 Light Medium. En daarna van Kruidvat de Magical Blur Primer. Ik ga ze allebei aanbrengen, want deze is voor mijn hele gezicht en deze alleen voor bepaalde plekken, zoals hier zo voorbij de poriën. Dit is dus echt een dupe, kennelijk, van Charlotte. Deze, heel de tekst is er al af. Deze heb ik in kleur 4. Medium. Deze is echt fantastisch. I love it. Deze heb ik echt zo vaak gebruikt. Ook heel mooi om over je hele gezicht aan te brengen als je gewoon geen make-up draagt. Maakt het toch nog een klein beetje egaal en het geeft echt een hele mooie glow. Dus ik ben benieuwd of deze even goed gaat zijn. Ik heb er ook eentje van Elf. Dat was de allereerste dupe, als ik het mij goed herinner. Dus dit is de tweede. De kleur is ook wel goed. Ik heb het ontvangen. Alle make-up vandaag heb ik ontvangen. Ik heb niks gehaald. Dus ze hebben me wel de goede kleur gestuurd. Dus dat is wel fijn. Ik heb nu ook gebruind. Ik vond die van Elf op zich ook wel fijn. Alleen je kunt die niet dragen zonder make-up. Want hij heeft super veel glans. En nu ik deze zo aanbreng. Deze ziet eruit alsof je niet heel veel glans heeft. En dat vind ik op zich wel fijn. Ik hou meer van gewoon een klein beetje dekking. En that's it. Ik hou niet van al te veel glans eigenlijk. Nou, ik ben het nog aan het aanbrengen. En ik vind het nu al een betere dupe dan die van Elf. Die van Elf die glanst gewoon echt te veel. Het is echt too much. Deze heeft ook wel een klein beetje een glans, maar het is heel licht.
Oh, wauw, ik vind het heel mooi. Zien jullie dat een beetje glans wat het geeft? Ik heb een vrij doffe, droge huid, dus ik vind het altijd fijn om een beetje glans te hebben. En een beetje in shock, dit is echt prachtig. Wauw, dit is echt een hele, hele goede dupe. Dan ga ik deze van de Kruidvat aanbrengen. Deze is dus gewoon voor de poriën. Hij ziet eruit alsof ik hem al heb gebruikt, maar ik heb hem nog niet gebruikt. We gaan gewoon een klein beetje aanbrengen. En deze moet dan een beetje blurren, zeg maar. Breng nooit een blurring primer aan over je hele gezicht, want daar zijn ze gewoon echt niet voor. Oké, dit is niet heel handig om aan te brengen hier overheen, want deze is best wel vettig en nou blijft dus deze niet heel goed zitten. Ja, ik zie dat hij echt een beetje blurt. Ja, jullie kunnen het waarschijnlijk niet zo goed zien op een camera, want het is, ja, het is echt detailwerk. Ik ga ook een beetje aanbrengen op de kin. Hij maakt ook een beetje mat, zie ik. Dus dit is echt een slechte combinatie. Doe mij niet na, jongens. Deze twee moet je echt niet samen gebruiken. Maar zoals je kunt zien, hij maakt het helemaal mat. Heel fijn voor mensen met een vettige huid vooral, denk ik. Van NYX Cosmetics heb ik de Bare With Me Blur Foundation in de kleur 08 Golden Light. Deze van NYX ben ik heel benieuwd naar. Blur, dus hij heeft een lichte dekking als het goed is. Een matte blur finish, medium dekking. Oké. Okay. Online heb ik bij andere mensen gezien dat het een beetje een lichte tot een medium dekking heeft. Die Kruidvat primer blijft echt helemaal niet goed zitten door die andere. Ik hoop wel dat mijn make-up goed gaat aanbrengen erop. Anders is het alsnog een no-no voor de Catrice primer. Ik breng het aan met mijn beauty blender. Ik heb dus net gebruind. Twee dagen geleden. Dus dit is de perfecte kleur nu ik ben gebruind. Als ik niet was gebruind, was hij nou te donker geweest. Dus ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Dat is gewoon helemaal toevallig eigenlijk. Wow, dit is echt een perfecte kleurmatch. Kijk het gewoon, jongens. Brengt op zich goed aan. Ook op de Catrice primer. Dus daar ben ik wel blij mee. Het maakt inderdaad mat. Wow, I like it. Hij heeft wel wat meer dekking dan dat ik dacht. Mensen online gaven me echt de indruk dat het echt een lichte dekking heeft. Heeft het echt helemaal niet. Het is wel echt medium. Mijn wenkbrauwen zijn echt een bende nou door die wenkbrauwgel. Maak video! Ja, ik wil de was eruit halen, alle drie. Kan maar niet. Je kunt wel was erin doen, maar niet aandoen. Dan doe ik hem zo aan. Want anders hoor je het. Ik besef me dat ik helemaal niks op mijn lippen heb gedaan. Ben ik hier een video aan te maken met droge lippen? Hier, wat is dat? Hier. Dat zijn allemaal spoelies. Alles kwijt in het huis. Alles zit erin. Je hoeft alleen met deze knop te drukken. Ok. Dit is je. Ja, maar anders is het niet goed in beeld. Ja, dat denk ik niet. Beschrijven met jouw ding, de wereldhercules je heilig. Ik ben weer terug. Mijn moeder kwam eventjes hier, want ze moest even snel de was doen en klagen over dat ik hier te veel plek in beslag neem. Ik ga nu mijn gezicht contouren met deze contourstick. Het is de Catrice Magic Shaper Contour & Glow Stick in de kleur 020 Medium. Dit is een contourstick. Ik hou van contoursticks, alleen ik vind het altijd een klein beetje zonde, want ik gebruik de lichte kleur eigenlijk nooit. Ik gebruik altijd alleen maar de, ja, echt de contourkant, dus dat ga ik nou ook doen. Best wel een donkere kleur voor een medium huidskleur, maar oké, daar gaan we niet te veel over klagen. Oh nee, als je hem aanbrengt is hij wel lichter. Dit is wel echt een goede kleur. Oké, daar ben ik wel blij mee. Hij brengt wat stroef aan, ondanks dat mijn ondergrond echt helemaal niet stroef is. Ik ga ook bij mijn neus doen. Daar doe ik eigenlijk normaal geen cream contour, maar aangezien we deze stick moeten testen, laat ik het gewoon een beetje overal doen. Ik breng hier geen contour aan, want ik heb ook een liquid bronzer die ik zo wil testen. Blend. De kleur is echt perfect. Alleen qua aanbrengen is het een klein beetje stroefjes. Maar dat is mijn Fenty stick ook en die vind ik geweldig. Dus op zich is dat voor mij niet per se heel erg. Als het maar niet de make-up eronder eraf haalt. Dat is dus altijd wel een probleem. Beetje bij mijn neus herhalen. Dit moet eigenlijk met een kleinere kwast, maar ik heb geen zin vandaag. Hij blendt wel gewoon goed uit. Voor de prijs is het echt een oké contourstick. Dan ga ik heel even concealer aanbrengen, want ik heb geen nieuwe concealer. Oké, dan heb ik liquid bronzer en liquid blush. Allebei van Queen Tarsi. Ik heb hier van Queen Tarsi de Dream Liquid Bronzer in de kleur Dreamy Medium. En van hun heb ik ook de Dream Liquid Blush in de kleur Dreamy Pink. Van allebei zijn er als het goed is 3 kleuren. Ik heb ze allemaal gehad, maar deze leken mij de beste kleuren voor mij. Ik ga beginnen met de bronzer. Hele leuke applicator. Dan ga ik gewoon de bronzer aanbrengen waar ik het altijd aanbreng. Ik doe niet te veel, want ik weet nog niet hoe gepigmenteerd het is. Dit ding is echt koud, dus dat vind ik echt heel fijn. Dat is vooral altijd heel fijn met een concealer. Oké, ik ben bang dat ik te veel heb gedaan met I'm Not Sure. Ik ga het gewoon proberen. Ook weer met die contourkwast van net ga ik het ook weer uitblenden. Maar dan blend ik het nou zeg maar iets meer breed uit. Contour is heel
heel strak onder dit bot dat hier zit. Maar bronzer breng ik er wat meer op aan en iets meer breed, dus iets meer bronzer. Ik weet niet zo goed wat ik van deze kleur vind. Hij is een beetje grijzig op mij, dus het is niet echt de juiste kleur voor mij. Als een kleur een beetje grijsachtig wordt op jouw huid, dan is het gewoon niet de juiste kleur voor jou. Of de kleur is gewoon te grijs. Oh my gosh, het is zo patchy. Even wachten. Ik ga even in met mijn blender. Om het hopelijk wat beter uit te blenden. Ik weet niet zo goed wat ik van deze bronzer vind. Hij blendt niet zo goed uit. Hij is een klein beetje patchy. Ik ga even kijken of deze blush dat ook is. Ook weer deze applicator. Ik hou van een goede roze blush. En vooral liquid blushes vind ik altijd heel mooi roze. En dat doe ik dan uitblenden met de onderkant van mijn spons. Oké, deze blendt eigenlijk gewoon bijna helemaal weg. Oh, die bronzer is echt heel patchy. Hier blijft de blush wel goed. Oh, hier is hij heel mooi. Hele mooie kleur ook. Ik moet denk ik gewoon hier wat meer aanbrengen. Oké, nou heb ik weer iets te veel aangebracht. Maar hoor je nooit klagen over te veel blush, want ik hou van blush. Deze brengt echt top aan. Ook niet te veel, niet te veel pigment. Als er ergens niet te veel pigment in moet zitten, is het blush. Want je wilt er niet uitzien als een clown. Je wilt gewoon dat het een beetje opbouwt. En dat doet hij echt. Hij is echt opbouwbaar. Dat is ook hier goed te zien. Heel mooi. Oh, deze kleur is echt perfect. Niet te licht ook. I love it. I love the blush. I hate the bronzer. 5 minutes later. Ben ik weer. Ik heb een klein beetje poeder aangebracht en een beetje highlight op mijn neus. En that's it. Ja, mijn gezicht is half mooi en half niet. Alleen die bronzer vind ik niet zo mooi. Maar voor de rest, I love it. Ook zo met die poeder erop. De blush is nog echt goed te zien. De contour ook. Je kunt hem echt nog goed zien hier. Dus je hebt heel vaak dat als ik al mijn make-up heb aangebracht, dat al de liquid make-up echt helemaal wegvalt. Maar dat is dus nou echt helemaal niet. Oké, dan gaan we beginnen aan de ogen, want het gezicht is basically eigenlijk gewoon helemaal klaar. Van NYX Cosmetics heb ik hier de Ultimate Glow Shots Liquid Eyeshadows. Ik heb ze in 3 kleuren. Ik ga deze lichte kleur sowieso aanbrengen als soort van highlight in mijn binnenste ooghoeken. En dan ben ik nog een beetje aan het twijfelen welke kleur ik wil aanbrengen op mijn ooglid. Ik denk om een beetje te matchen met mijn kleding dat ik gewoon ga voor de bronzy kleur. Dat matcht denk ik iets beter dan zo'n lichtroze kleur. En deze kleur is de kleur Clementine Fine. En deze lichtste kleur is de kleur Haiki Lychee of zoiets. En deze lichtroze kleur heet Grapefruit Glow. Dus ik ga voor nou deze twee aanbrengen. Maar deze vind ik er ook wel echt heel mooi uitzien. Omdat ik hem vandaag niet gebruik, zal ik hem wel even swatchen. Oh ja, echt heel mooi. Kijk. Ik gebruik eigenlijk bijna nooit liquid eyeshadows. Ik ben gewoon meer een fan van gewoon de normale poeder. Maar goed, laten we het gewoon proberen. Ik heb dus wimper extensions, dus ik moet er een beetje omheen werken. Maar ik wil eigenlijk gewoon een beetje een smoky eye creëren. Dus ik hoop dat dat lukt. Ik breng deze gewoon lekker wild overal aan. En dan gaan we blenden. Dit is de Boozy Shop Eye Blender UP24. En dan ga ik gewoon een beetje blenden bij de randen. Ik hoop dat het goed uitblendt. Oh ja, het blendt top uit. De glansen gaat ook weg als je hem uitblendt. Dus dat is op zich wel fijn. Omdat je wilt niet helemaal glans hebben in je crease. En je kunt dan altijd nog wat meer aanbrengen op je ooglid. Wat ik nou ook ga doen. Als je daar wat meer glans wilt. En die dan niet per se uitblenden. Die moet je gewoon laten voor wat het is. Oké, op zich mooi. Ik maak nou mijn kwast schoon. En dan blend ik het nog een beetje extra uit. Gewoon bij de hoekjes. Ik vind het mooi, jongens. Mooi oranje, beetje koperbruin. Tijd voor het andere oog. Ik vind het zo jammer dat ik vandaag niks ga doen. Want nu ben ik straks helemaal zo mooi opgemaakt. Terwijl ik helemaal niks ga doen. Ik vind ook dat het op zich wel snel opdroogt. Niet te snel. Dus dat is wel fijn. Je hebt wel wat tijd. Maar je moet hem wel gewoon een beetje snel blenden. Ik vind het mooi, jongens. Wat vinden we ervan? I like it. En dan pak ik deze lichtste kleur. En die gaat een beetje zo in de binnenste ooghoeken. Maar een heel klein beetje. Klein beetje uitblenden. Dan is het eigenlijk al klaar. Zo makkelijk en snel kun je een ooglid maken. Ik wil wel dat het een beetje mooi inblendt met de rest van de kleurtjes. Dus ik blend het een beetje zo in die oranje kleur, zeg maar. Een beetje omhoog. I like it. Heel mooi. Ook helemaal niet patchy ofzo. En dan last but not least een heleboel lipproducten van Morphe. Ik heb hier van Morphe de Soulmate Filling Gel Lip Liners.
In een combinatie met de Soulmate Velvet Lip Mousses. En dan heb ik ook nog de Morphe Drip Glass Drenched High Pigment Lip Glosses. Oké, dit zijn dus echt een heleboel lipproducten van Morphe. Ik heb een aantal kleuren gepakt die mij het meeste aanspreken. Maar er zijn nog veel meer andere kleuren. Je kunt gewoon online kijken. En de lippotloodjes matchen met de lip mousses. Ik ga even kijken welke lipkleur ik wil gaan aanbrengen. Ik wil wel een beetje gaan voor wat nudes. Een beetje bruinig nude. Wat een beetje matcht met mijn bruine waterkoop. Ik gewoon klaar ga voor Quick Brush of Honey. Honey is iets meer donker. Ik denk dat ik ga voor Honey. Ik denk dat die wat beter staat met de ooglook. En dan hebben we ook, of course, bijpassend lippotloodje. Die heet ook Honey. Ik ben eigenlijk niet zo'n fan van bijpassende lippotloodjes. Omdat ik wil altijd een donkerdere kleur lippotlood. En niet de exacte kleur van de kleur die ik opdoe. Maar goed, dat is dan maar gewoon nu gewoon zo. Dan ga ik beginnen met het lippotloodje. Ik ben heel benieuwd of ze heel creamy zijn. Want ik vind de kleur echt prachtig. Dus ik hoop dat ze ook echt goed zijn. Mijn fave lippotloodje is ook van Morphe. Dat is Sweet Tea. Dat weten jullie als je een trouwe follower bent. Hij is wel een beetje licht. Jongens, ik vind de kleur denk ik toch... Ja, ik ga het gewoon aanbrengen. Ja, brengt echt top aan. Zoals ik ook... gewend ben van Morphe. Het is zo'n dry ding, zeg maar. Je hoeft hem niet aan te slijpen. Ik vind alleen de kleur voor een lippotloodje echt wat te licht. Ik ga ook even de kleur Wifey aanbrengen. Zien of die het wat donkerder kan maken allemaal. Oké, die is niet per se heel veel donkerder. Die is gewoon wat meer rozig. Oké. Nou ja, het is wat het is. Ik ga gewoon de lipmoes aanbrengen. Dus in de kleur Honey. Dit is hoe het eruit ziet. Oeh, ik had de verpakking ook nog helemaal niet gezien. Ja, het is echt... een mousse. Het lijkt op die ene lipmousse van NYX Cosmetics. Dit is wel echt het perfecte nude voor mij. Heel mooi. Ook heel mooi met deze look. Brengt fijn aan. Lekker zacht. En dan ga ik er overheen met een van deze glosjes. Ik denk gewoon dat ik voor de nude kleur ga. Dit is de kleur Naked Dip. Ik ben heel benieuwd naar deze glosjes. Ik laat deze lipmousse nog wel een klein beetje opdrogen. Oeh, hele aparte verpakking. Oh, gewoon een normale applicator. Ik vond dit er hier een beetje raar uitzien, maar dat is niks raars. Het is gewoon... het schijnt gewoon door. ASMR. Dit is de perfecte combinatie. Oh my goodness. De gloss heet Dripped. En het is ook echt dripped. Het is echt zo dikkig, waterig, zeg maar. Nou, hij doet wel echt zijn naam eer aan. Hij is super zacht. Ik heb nog nooit zo'n zachte gloss meegemaakt. Het enige wat ik zou veranderen aan deze lip look is eigenlijk gewoon alleen maar een iets donkerder lippotloodje voor de rest. Is echt top. Oh my gosh, de mousse is niet per se... de mousse is gewoon goed, maar het is niks bijzonders of zo. Het is gewoon als elke andere lipmousse. Maar deze gloss is echt... het is echt drenched. Het is echt zo... het voelt zo... ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Zo dikkig, waterig aan. Maar echt op een hele goede manier. Op een hele zachte manier. En hij is echt super glanzend. Ik hou van een hele glanzende gloss. Nou jongens, dit was dan de hele video, de hele look. Wat vinden we van de look? Ik vind het echt heel mooi. Echt super mooi. Eigenlijk ging de video best wel goed. Het enige wat ik echt niet aanraad is eigenlijk vandaag alleen maar deze bronzer. Deze liquid bronzer. Vond ik niet zo fijn. Oh, en deze wenkbrauwgel is ook echt... het is echt ramp. Ik ben een beetje buiten adem, want mijn batterij was leeg. Ik moest de andere batterij beneden halen. En ik zou deze twee niet samen combineren. Los van elkaar vind ik ze wel gewoon fijn. Dus ja, I like it. Voor de rest raad ik eigenlijk gewoon alles aan. Ik vond alles vandaag goed. Super mooi. Vooral deze foundation is echt heel mooi. Deze gloss en deze blush. Deze drie. I love it. Nou jongens, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Let me know beneden in de reacties. En laat me ook weten wat voor video jullie volgende week willen zien. Want dan komt dat zeker in orde. Dus nee, de week erop. Want vologende week komt dan hopelijk wel de Shein video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!